Jurgen, er zijn van die werkdagen dat je thuis komt en tegen je vrouw zegt, ja, ik heb wel lekker gewerkt. Was vandaag zo'n dag? Ja, het enige probleem is dat ik dit nog steeds niet als werk zie, Job. Fijne hobby gehad dan vanmiddag. Ja, nee, dat is geweldig. Ik had een van de beste plaatsen van het stadion, dus heerlijk om zo'n wedstrijd te zien. Vooral op basis van de tweede helft, dat het een fijne middag werd. Ja, de eerste helft toch ook wel, vond ik. Want ik vond ook dat we probeerden om vooruit te spelen, om hoog druk te zetten. Bij vlagen aan de bal redelijk waren. Soms goed, soms slecht. Nou, dat heb ik in de rust ook gezegd. Dat moet gewoon beter, jongens. We moeten gewoon beter voetballen. Nou, dat hebben we de tweede helft vooruit geprobeerd. En was het ook een leuke wedstrijd, denk ik, om te zien. Het grote verschil dan met die tweede helft is dat ik even aan het clublied dacht van Willem II, waarin het woord stoere kerels is opgenomen. En dat viel me wel op in het tweede bedrijf. Ja. Nou, dat heb ik in de eerste helft ook gezegd. In de eerste helft vond ik dat we in de duels dat we die aan moesten gaan. Soms gingen we niet eens een duel aan, dan viel de bal daar. Ja, dat moet je dan wel doen. En ik moet zeggen, dat hebben we de tweede helft beter gedaan. Maar we hebben ook beter gevoetbald. We hebben met meer lef gevoetbald. En daar kijk ik altijd het liefst naar. Ik vond een van de meest attractieve 45 minuten die ik dit seizoen gezien heb. Het af en toe swingde het. Af en toe was het ook een beetje kolderiek achterin. Maar ja, sfeer, strijd, alles zat er wel in. Ja, maar wel met twee ploegen ook die voor de winst wilden spelen. Dus ja, dan krijg je denk ik zo'n wedstrijd. En dan had het in plaats van 1 ook nog 3 punten kunnen worden met de Armenteros. Maar dat was wellicht iets tegen de verhoudingen in geweest. Ja, hetzelfde als El Ghazi die kans miste. Die had hem ook kunnen maken. Maar ik denk dat uiteindelijk dat 1-1 een terechte uitslag is van deze wedstrijd. Dus misschien was het mooiste voor het publiek geweest als El Ghazi ook had gescoord. En Sammy in de 88e minuut. Dan was het helemaal geweldig geweest. Maar wij gaan met een goed gevoel naar huis. Wat is nou de belangrijkste conclusie voor een trainer die van goed voetbal houdt? Dat je in deze fase van het seizoen het Ajax, ja, ik zou willen zeggen moeilijk kan maken, maar dat je gewoon gelijk opgaat. Ja. Op voetbal, technisch en tactisch gebied. En dan vraag je wat voor mij het mooiste is? Ja, of dat de mooiste conclusie is? Nou, de mooiste conclusie van vandaag is dat je voor voetbal kiest. Hè? Robbie kon niet spelen, Dries kon niet spelen. We hebben de keuze gemaakt, Ali in plaats van Robert. En dan ga je uit van voetbal. En dat deze jongens dan moeiteloos meedoen. Ja, dat vind ik wel het mooiste van deze middag. Tot slot nog één ding. Ik vond het een meeslepende middag. Ik heb naar jou zitten kijken. Je was mild, de non-verbale communicatie. Je lijkt iets rustiger geworden te zijn. Heb ik het juist? Ja, nee, goed. Ik heb nog wel een aantal dingen die ik graag wil verbeteren als trainer zijnde. Ja, ik ben wel een winnaar. Ik wil wel graag winnen. Dat de mensen mij feliciteren met een punt. Denk ik mezelf, ja, we hadden wel kunnen winnen, jongens. En het is allemaal leuk. Dus ik ben winnaar. Dat gaat soms wel eens. Dat ik denk van, joh, doe nog even niet. Maar over het algemeen gaat het steeds beter. En het heeft ook heel weinig zin om dat te doen. Maar soms heb ik ook mijn emotie. En het gaat steeds beter om me daarin te beteugelen, zal ik zeggen.